Welkom in een nieuwe De Ondernemers Boekencast aflevering, moet ik even kijken, nummer 50. Yes, nummer 50. Jubileum. En voor het jubileum bespreken we dit boek, als je naar de video kijkt, zie je in beeld Leaving a Legacy van de twee auteurs Kaat Peters en Omar Mohoud. Ik hoop dat ik samen goed uitspreek. Mohoud zou kunnen, ja. Ik heb met Kaat Peters eerder gesproken. Kaat Peters ben ik in contact gewoon via Pieter van Os. Dat zij daar een training gaf over Leaving a Legacy. En ik vond het zo gaaf, dat verhaal. Dus ik heb het boek toen besteld. En het boek vond ik zo gaaf dat ik jou heb gezegd, we gaan het bespreken in een boekenkast. En zo is het ontstaan. Zij heeft ons dat boek toegestuurd netjes. Tenminste, jouw boek gestuurd. Ik heb het in mijn wel gekocht. Zodat je allemaal weet hoe het in elkaar zit financieel. Leaving a Legacy. Als je naar video kijkt, dan zie je, het is eigenlijk een vrij dun boek. We hebben wel vaker dit soort dunne boeken, maar de content is wel heel erg uitgedund ook. Het gaat echt tot de kern. Het is heel veel fluff is eruit. En dat leest, denk ik, voor de meeste ondernemers heel fijn, want dat betekent dat je geen dikke boeken leest en dat je denkt, oh, je komt nog wel een keer doorheen. Kaat is iemand die al heel lang bezig is met impact. Ze werkt nu voor de Sociale Innovatiefabriek, waarbij ze sociale innovaties, dus impact, vergroten. En Omar is professor bij een aantal universiteiten en een partner bij Nova Reperta, een consultancy club. En ja, ik heb net al gezegd, ik ben weg van dit idee van Leaving a Legacy. Wat vind jij ervan, Tom? Wat vind ik daarvan? Ja, ik vind het vooral een praktisch boekje als mensen eigenlijk met het thema aan de slag willen. Omdat er een canvas in zit, dus misschien iets even over de structuur. Gewoon om even, de vraag is namelijk, wat zijn eigenlijk de verwachtingen bij dit boek? En dit is eigenlijk het is een werkboek, zou ik het willen noemen. En het heeft in principe drie dimensies. Het heeft een stukje theorie, het heeft praktische voorbeelden en het heeft oefeningen. En ik denk dat het laatste heel belangrijk is. Dus je hebt eigenlijk gewoon per thema, en daar gaan we dadelijk wel op in, kun je er zelf mee aan de slag. Dus dat hele idee van, wat je heel vaak hebt, je hebt boeken en dan lees je en dan lees je en dan lees je, of je krijgt allerlei voorbeelden. Nee, dit is een doeboek, een werkboek. Dit is implementeren van dat idee van, ik wil met de legacy aan de slag. Dus in die optiek vind ik het een goed en praktisch boek en ook heel erg goed passen, ook bij de ondernemersboekenkast en het feit dat deze podcast door de ondernemer ook gepubliceerd wordt. Dus voor wie is dit boek? Voor ondernemers die bezig zijn met de vraag, wat ga ik doen met purpose en wil ik eigenlijk een legacy achterlaten? Of wil ik, wat is het Nederlandse woord? Wat wil ik een. Ja. Ja, legacy is natuurlijk een Engels woord. Wat zeg je eigenlijk in het Nederlands? In Nederland zeg je dat je iets wil achterlaten, ja. Iets achterlaten, ja. Je wilt iets blijvends creëren. Dus ik vind het een goed boek. En er zit een los blaadje in, waar je eigenlijk, ja, die canvas, die kennen denk ik mensen wel. Er wordt natuurlijk veel mee gewerkt. En er zit een soort schaal in. Dus, maar daar komen we denk ik dadelijk op. Ja. Dat er gewoon bepaalde stadia zijn waar je doorheen kunt lopen. Ja. Oké, ik was even in de intro vergeten. Wij bespreken deze boekencast. De boeken in de boekencast. En wij, dat is aan de ene kant Tom van Lubbe. Welkom, Tom. Dank je, Erno. En aan de andere kant Erno Hanink. We moeten wel een beetje vasthouden aan ons format, hè? Het boek bestaat uit 5 onderdelen. Het boek is in het Engels, terwijl ze beide Nederlands of eigenlijk Vlamingen zijn. Maar het is in het Engels allemaal geschreven. All About Impact. How to Intentionally Make a Long-Lasting Positive Impact of a Legacy. Stages of Impact from Negative to a Legacy. And Strategies for Your Legacy. En de laatste is Going International. Oké, het eerste deel, All About Impact. Hierin vertellen ze dat, ik heb altijd het gevoel dat de Kaat schrijven, dat zal vast niet waar zijn. Maar vertellen ze dus dat eigenlijk iedereen impact wil maken. Dat zit in ons systeem. Dat we dat willen connecten met mensen, willen impact maken, willen iets nalaten. En een ander idee wat ze ook vertelt is, we leven op een planeet. En we hebben die eigenlijk in bruikleen voor onze kinderen. En dus wil je, tenminste als je kinderen hebt, wil je natuurlijk die planeet beter achterlaten dan je het opgekomen bent. Hè? Want dan laat je iets achter voor je kinderen waar zij weer mee verder kunnen. En nu laten we op dit moment vooral een planeet achter die slechter is voor onze kinderen. Op alle fronten. Als we hem überhaupt wel achterlaten. Ja, ik denk dat wij het nog wel doen, maar ik denk dat het
dat het hard achteruit gaat. Daarna Maar word goed. ik kritisch, ja. Ja. Ik had nog wel één puntje in dit onderdeel en daar vraag ik aan jou even. Er zit dat model in, dat van het P2P Foundation model, met die drie horizons. Ik begrijp dit niet zo goed. Jij wel? Nou, ik ken het eigenlijk als Three Horizons model van McKinsey. Oké. Dus dat is eigenlijk, even heel simpel gezegd, eigenlijk korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Wij hebben dat bijvoorbeeld binnen Visie ook. Dus dat kun je zoals we ons op de website kijken. Dus even om voor ondernemers om het heel pragmatisch te maken. Wij op de korte termijn willen wij een veel grotere hypotheekadviseur worden. Horizon 2 bij Visie is transitie naar geldverstrekker. En fase 3 is internationalisering. En vaak wordt dit model gebruikt ook om procentueel tijdsbudget te allokeren. Dus dan zeg je, oké, 80% hou ik me bezig met de business van nu. Dat is dus hier business as usual. Alleen dan moet je er rekening mee houden dat het op een gegeven moment dat weggedisrupt wordt. Of dan moet je een gedeelte hebben in middellange termijn toekomst. Dus wat je bijvoorbeeld ook vaak hebt in grotere bedrijven, is als het over innovatiepijplijn hebben. Hoeveel omzet van je bestaande opzet wordt gemaakt met producten die niet ouder zijn dan X bijvoorbeeld. Dus daar ken ik eigenlijk dat model van. Okay. En zij tillen dit model eigenlijk naar lange termijn, in de zin ook van maatschappelijk en maatschappelijk relevant worden. Wat ik op zich wel aardig vind. Het idee wat ik in het algemeen heb is dat van de twee auteurs, op basis van de biografie die achter in het boek staan, Mohout of Mohout, ik ken hem niet, ik hoop dat ik het goed uitspreek, heel sterk klassieke management tools of Canvas of wat dan ook die tools eigenlijk heeft ingebracht. Dat wordt ook in de inleiding even gezegd. Dus hij is de commerciële start-up coach, et cetera. En zij is meer van de wereld moet beter achtergelaten worden. En die combinatie die is vruchtbaar. En dat zie je bijvoorbeeld hier ook. Dus dan heb je hier die Three Horizons model, wat je eigenlijk aan een hele commerciële context kent. Daarom heb ik ook even dat eigen voorbeeld geschetst. En ze doen dat eigenlijk heel goed. Ze brengen dat op een ander niveau en zeggen ja, horizon 3 is dus nou juist Leave a Legacy. En dat vond ik eigenlijk wel, wel leuk om te zien. Mooi. Oké, dan heb je het tweede, how to intentionally make a long lasting positive impact, ofwel a legacy. Wat ik nog wel, ik geef je zo even het woord, maar wat ik wel had bij dit onderdeel, of überhaupt bij Leaving a Legacy, en de gedachtegang dat je hem in de slag gaat met een werkboek en dat je het gaat opschrijven. Het is natuurlijk een fantastisch idee dat je als persoon, als ondernemer of met je bedrijf iets wil nalaten. Maar tegelijkertijd ben ik me bewust, als je kijkt naar de geschiedenis, en de geschiedenis is jouw vak, is de hoeveelheid mensen die echt iets nalaten, dat is niet zo heel erg groot. Als je kijkt in de geschiedenis, als je kijkt naar de mensen die we nog weten, de namen die we kennen, op naar verhouding van het aantal mensen wat heeft geleefd de afgelopen 2000 jaar, er is maar een klein percentage wat echt iets nalaten. Dus je kunt wel werken aan een legacy, maar de kans dat mijn legacy zeg maar overeind blijft, behalve dan misschien mijn kinderen, zeg maar, die is niet zo heel erg groot. Is wel de realisatie die ik heb bij dit deel. Overigens, daar hebben we het ook in een podcast over gehad, want je ziet het ook in architectuur. Dus je ziet in architectuur, zie je uit de geschiedenis, zie je hele mooie gebouwen, oude gebouwen. Maar als je kijkt naar wat er nu gebouwd wordt en je stelt dan jezelf de vraag, welke van deze gebouwen zouden over 1000 jaar nog staan? En dan is dat heel ingewikkeld. En ik denk dat dat hetzelfde is, om dat op eind te haken, ik denk dat dat hetzelfde is met Leaving a Legacy. Dus als jij iets bedenkt waarmee je iets wil nalaten, het is echt heel ingewikkeld om in te schatten wat daarvan de kans is dat dit werkelijk overblijft. Wat wil jij over dit hoofdstuk zeggen? Ja, wat doen zij? Ik wil nog toch even het plaatje laten zien, omdat mensen dat onmiddellijk herkennen van die kleuren. Dus het zijn de SDG's, Sustainable Development Goals. En misschien is het interessant om even het linkje te maken naar de boekbespreking van dat handboek, waar het om al die innovaties ging, om het klimaatprobleem op te lossen. En dat is eigenlijk hier weer hetzelfde. Dus wat zeggen ze eigenlijk? Oké, er zijn een aantal Sustainable Development Goals. Denk er eens over na, waar zou je eigenlijk een bijdrage willen leveren? En dan kun je in principe, en dan zeggen ze van, nou weet je wat,
Kies maar gewoon uit waar je het meeste affiniteit mee hebt. Dus op zich is dat helemaal niet zo slecht. Als je bijvoorbeeld nog helemaal geen idee zou hebben wat je eigenlijk zou willen doen. Om gewoon eens die Sustainable Development Goals erbij te pakken. Of als je heel erg technisch georiënteerd bent om eens naar die andere boekbespreking van ons te luisteren. En dan te zeggen van nou, waar voel ik me intrinsiek gemotiveerd het meeste mee te doen. En dan komen bijvoorbeeld aan het eind of later in het boek komen ook bepaalde dingen terug, voorbeelden waar we dadelijk wel op te spreken komen. En wat ze eigenlijk ook weer combineren, we hadden het net even over modelletjes en managementboekjes. Wat natuurlijk bijvoorbeeld weer terugkomt is Circle of Control en Circle of Influence. Dus ja, ik vind het op zich wel aardig dat ze die dingen zo combineren en eigenlijk je een spiegel voorhouden of ook een uitnodiging geven om eigenlijk op zoek te gaan naar je eigen thema als ondernemer, waar je ja, eigenlijk het meeste energie van zou krijgen om daar maatschappelijk bijdrage te leveren. Ja. Ja, overigens bij dat stukje van de SDGs wordt ook nog de donutmodel van Kate Raworth genoemd. Ja. Dat ook als iets zou kunnen zijn bij een halve. En wat ze daarin zeggen is wel, vind ik wel belangrijk, is dat je focus zoekt in dat stuk. Dat je kiest voor één ding eigenlijk waar je impact in wil maken. Dus ik hou altijd van focus, dus dan valt me dat gelijk op, dat soort dingen. En het andere wat me opviel is het stukje over, het laatste stukje in dit hoofdstuk, is over het meten van impact. Ik heb daar een paar keer met mensen over gesproken en ook vragen over gehad, hoe ze dat zouden moeten doen. En wat zij hier ook beschrijven is dat meten van impact nog in de kinderschoenen staat eigenlijk. Dat wordt op allerlei verschillende manieren gemeten en er is niet echt een uniforme afspraak over. Maar het helpt wel als je het duidelijk krijgt. Het helpt wel om te laten zien voor jezelf waar staan we eigenlijk op dit moment en waar willen we naartoe groeien. Dus ik verwacht dat dit nog wel een interessant onderwerp wordt de komende jaar om impact goed te gaan meten waar we allemaal achter kunnen staan. Ja, hoewel het ook wel weer een beetje een typische tijdsgeest is. Hè? We komen natuurlijk nog met dat boekje, met die boekbespreking over de meetmaatschappij. Het is ook wel op een of andere manier ook wel weer heel erg Amerikaans. Meten is weten zo ongeveer. En toen ik eens zat te lezen, zat ik te denken van ja, toen moeder Teresa de lepraziekte ging behandelen. En die heeft natuurlijk op dat gebied echt wel iets tot stand gebracht en een legacy achtergelaten. Ik denk niet dat moeder Teresa met een kwantitatieve en een kwalitatieve matrix bezig was. Dus ik zal maar zeggen, ik neem die dingen wat dat betreft er ook een beetje met een korreltje zout. En ik denk uiteindelijk dat het veel belangrijker is dat je gewoon aan de slag gaat. He, dus daar staat een citaat in van Saint-Exupéry. Waar staat van ja, je kunt wel een mooi idee hebben of een mooi doel hebben, maar je moet uiteindelijk is het alleen maar wat waard als je het implementeert en er een plan van maakt. A goal without a plan is just a wish, zou het in het Engels heten. Het staat hier in het Frans steen. Alleen ik ben daar een beetje in dubio of je altijd alles maar of je alles kunt weten, of je alles maar moet meten, of dat je niet gewoon eigenlijk maar gewoon eens aan de slag moet gaan. En als je dan daar positieve, ik zal maar zeggen, positieve bevestiging van krijgt, dan ga je gewoon een stap verder. Maar, ja. Maar ik weet niet of altijd alles maar in de getal moet worden uitgedrukt. Ik heb zoveel gevangenen in de bakkerij aan het werk gekregen, et cetera. Misschien is gewoon 10 gevangenen een toekomst bieden nadat ze uit de gevangenis zijn gekomen ook al hartstikke mooi. Waarom moeten het dan 100 of 1000 zijn? Ja, nee, ik ben het helemaal eens. Een van mijn leefregels is process over goals. Ik denk dat het veel handiger is om je vast te houden aan een proces, om dingen te doen elke dag, ja, dan dat je per se doelen nastreeft. Ik denk uiteindelijk dat je niet echt super gelukkig maken. En dat eigenlijk is dat wat jij ook zo ongeveer zegt. Ja, en ik denk ook wel dat het nog belangrijk is, omdat het ook weer de link is naar dat boekje van de lessen van de samurai. Mm-hmm. Waar Kaizen en ook Zen-meditatie, waar juist heel erg dat proces en het steeds beter worden het doel op zich is. Dus de weg is het doel en niet het doel is het doel. Precies. Dus wij zijn denk ik beide heel erg de weg is het doel en niet het doel is het doel. En hoe meer je het doel tot een doel maakt, dan ben je bij, moeten we overigens ook nog bespreken, Infinite Game van Simon Sinek. Ja. Het is juist geen einddoel. Want als je het doel hebt bereikt, dan is de vraag van ja, waar ga je dan verder naartoe? Dus ik vond het een beetje, ik dacht van nou, het zou wel interessant zijn om met beide auteurs, ik weet niet of jij dat hebt gedaan, nou, over juist daarover te spreken, dan denk ik van nou, degene die meer, ik weet niet of zij dat dan is, ik heb het idee van nou, bij haar is dat veel meer de weg is het doel. En ik heb bij hem het gevoel van nee, dat is, we moeten ook meten, we moeten ook wel een doel hebben, want als ik geen doel heb, dan,
dan bereik ik het dan bereik ik het minder goed. Ja, hè? Dus dat ik denk dat je gelijk hebt. Ik heb alleen met Kaat gesproken en we hebben het hier niet over gehad. Ik heb het op dat moment niet zo. Toen ik opnieuw doornam dit boekje voor deze. Sorry, opnieuw door met dit boek. Ik zeg niet een boekje, het is niet zo fijn. Het boek doornam voor deze podcastaflevering, dacht ik, oh ja, dus dat heb ik wel gemist toen eigenlijk. Maar ook in het gesprek merk ik wel dat zij, ze heeft ook archeologie gestudeerd. Dat zit wat dat betreft heel anders in. En je ziet dat Omar is consultant en dat is wel een andere wereld. Oké, het derde hoofdstuk, Stages of Impact, die vind ik echt wel erg mooi. Ja. Omdat ja, meestal denk je gewoon, oké, je hebt impact, positief, negatief en meer impact. Nee, ze hebben gewoon, ze beginnen op min 1. Dat is ook grappig, dat is ook niet wat je verwacht. En min 1 is negatieve impact. Met bedrijf heb je gewoon negatieve impact. Daar je van bewust misschien, maar niet echt. Je doet er niks mee, je gaat gewoon door. Bij nul is het, dan erken je de negatieve impact. Dan zeg je, oké, we maken een negatieve impact, is niet fijn. Bij één zeg je, oké, we gaan er wat aan doen. Maar vooral van het niveau minder schadelijk. Hè? Dus we zijn bezig met ietsje minder negatief te worden. Bij twee maak je positieve impact. Bij niveau 3 ga je de impact opschalen. En bij niveau 4 ga je leaving a legacy. En daar zie je ook de verhouding, en ik weet ook niet zeker net al wat je al zegt, mijn moeder Therese, dat beeld heb ik ook altijd voor me, en dus hier lijkt het ook of leaving a legacy gewoon nog veel, veel, veel maal groter is, en dat zie je ook in het model in het boek, dan opschalen. Het opschalen is al veel groter, en dan moet je ook nog groter om leaving, en ik weet niet zeker of dat waar is, hè, dus, maar goed, dat is, en mooie voorbeelden in het boekje zijn Robert Bosch, hebben we het er vaak over gehad. Ja, en Patagonia, mooie sprekende voorbeelden. En dan heb je daar mooi, je hebt het begin al genoemd, je hebt een mooi voorbeeld. Daarnaast heb je zo'n werkdingetje. Dus daar zet een tabelletje in dit hoofdstuk, waarbij je dus kunt aangeven op welk niveau sta je nu. En aan de achterkant van die dingen kun je dan invullen waar wil je naartoe groeien en wanneer denk je dat te bereiken. Het is heel praktisch, handig, simpel. En ik denk voor veel ondernemers, werkt dit gewoon, dat je zo een doelboek hebt waarmee je in slag kunt. Maar het zou bijvoorbeeld ook gewoon één dimensie kunnen zijn. Hè? Dus neem even een simpel voorbeeld, CO2-uitstoot, wat voor elk bedrijf geldt. Ja, je kunt gewoon een soort nulmeting doen. Wij hebben het bijvoorbeeld ook gedaan, want in het kader van de B Corp-certificering moet je dat bijvoorbeeld doen. Ja, en dan komt er iemand langs en dan kom je erachter dat je eigenlijk dat je wat aan die koelkasten moet doen. Of dat je airco of weet ik veel wat, et cetera. Dus het kan gewoon even heel simpel praktisch zijn. Negatieve CO2-balans, neutrale CO2-balans en een positieve CO2-balans. Dus ik denk van, nou, je hebt natuurlijk enerzijds dat hele grote thema, wat is eigenlijk de purpose van de hele organisatie, maar het kan ook misschien gewoon een gedeelte zijn. Of, wij hebben geen bedrijfsauto's, iedereen gaat met de trein of iedereen gaat met de fiets, et cetera. Dat kunnen hele kleine dingen zijn, waar je uiteindelijk ook, denk ik, weer positieve energie mee creëert, om misschien dan naar de hand grote stappen, Die misschien op dit moment gewoon echt een brug te ver zijn, die je dan op een gegeven moment, die dan ook weer dichterbij komen. Hmm. Ja, waarbij ik dus denk, als ik naar jouw voorbeeld kijk, dat het zinvolle is dat je nadenkt over waar komt dat geld vandaan? Hoe zit die financiële wereld in elkaar? Waar wordt het in belegd? Waar wordt dat geld ingestoken? Waar wordt het vandaan gehaald? Daar hebben jullie veel meer impact dan een koelkast. Ja, maar je merkt wel dat die dingen allemaal met elkaar samenhangen. Dus op het moment dat je dit soort dingen in het bedrijf doet, en dat heb ik bijvoorbeeld helemaal niet zo gerealiseerd, merk je in één keer wat het voor positieve uitwerking ook bijvoorbeeld heeft. Of als je zegt van, iedereen kan, we hebben bijvoorbeeld gedefinieerd, iedereen kan te voet of met de fiets naar het werk. En we hebben nu overal kantoren waar de mensen wonen, dus we hebben de boel eigenlijk omgedraaid. Merk je toch dat dat weer heel erg bijdraagt aan het samen nadenken over de eigenlijke purpose van de organisatie. En ik heb dat element van die kleine dingen ook wel vaak onderschat, moet ik eerlijk zeggen. Oké, dat is een goede aanvulling dus. Het vierde deel, dat is strategies for your legacy. Nou, dan heb je weer gelijk die combinatie van bekende strategieën die je kunt gebruiken. Maar het grappige, ik had aan het begin al gezegd, ik ben met haar in aankomst via Pieter van Os. En Pieter van Os die zit natuurlijk enorm in die scale-up wereld met zijn bedrijf Scale Up Impact. Dus ik ben gewend om te denken in start-up, scale-up
ideeën. Maar ze komen hier met vier ideeën: scale up, scale deep, scale out en scale down. En ik vond dat een hele mooie verdeling om over na te denken. Even in het kort, scale up is uitbreiden. Nieuwe producten, nieuwe markten, noem maar op. Scale deep, dat is dat je zeg maar de mensen gaat beïnvloeden. Dat je mensen gaat betrekken bij je verhaal. Een community gaat bouwen. Dat je de overheid meeneemt in het aspect. Dat je de media meeneemt. Dus dat je ideeën verspreidt. Ja. Scale out is dat je dus met meer mensen gaat samenwerken. Dat je ervoor zorgt dat je licenties weggeeft van je kennis, of dat je juist open source gaat werken, of dat je training gaat geven. Dus dan ga je je kennis actief uitbreiden. Het ene is dus kennis delen, ander is actief uitbreiden. En afschalen of het downscalen is dus dat je minder dingen gaat doen. En dus focus aanbrengt en dus meer concentreert op de dingen goed doen die je doet. In plaats van dat je veel meer dingen moet doen. Dus ik vond dat een hele mooie opdeling. Ja, vond ik ook. En wat je natuurlijk ziet, is wat we het even over hadden. Er staan gewoon weer lijstjes in. Dus er worden toch bijvoorbeeld gewoon weer dingen gecombineerd. Dus bijvoorbeeld Getting to the Core, er staat bijvoorbeeld 5 keer why. Nou, dat komt Toyota is dat, of Toyota. Wat bij Kaizen ook gedaan wordt. Dus zijn we toch weer bij dat punt. Het combineren van bepaalde tools die in een commerciële omgeving zeer succesvol zijn geweest hier toe te passen. Is denk ik zinvol. En het aardige is om bijvoorbeeld die 5 why's dan weer, ik zal zeggen, sociale problemen daar dan weer op toe te passen. Dat vond ik wel heel erg interessant. Hè? Dus bijvoorbeeld, om even echt een heel concreet voorbeeld te noemen, omdat het ook een paar keer nog terugkomt in het boek, bladzijde 69. Daar gaat het over mensen die in de gevangenis hebben gezeten. En dan staat er als eerste why. Why are so many people in prison? He, en dan ja, omdat als mensen uit de gevangenis komen, dan is de kans dat, ik weet niet hoe het in Nederland is, recidivism, het is dat mensen opnieuw weer, ik zal maar zeggen, crimineel gedrag worden, omdat die nazi's juist niet in de samenleving worden geïntegreerd. Dus dan is de volgende vraag, ja, waarom is dat dan zo? En zo gaat het in principe door. Dus dat die techniek toe te passen op een maatschappelijk probleem, is natuurlijk uitermate interessant. En dat heeft me ook wel weer aan het denken gezet. En in dit geval, en dat komt naar de hand terug in het boek, moet je dus ervoor zorgen dat de mensen als ze uit de gevangenis komen, opgevangen worden en onmiddellijk geïntegreerd worden in de samenleving en überhaupt een kans krijgen. En daar komen dan naar de hand die cases uit die als voorbeeld worden genoemd. Maar ik vond dat 5 keer why op sociale problemen toepassen, vond ik echt een geniale zet in dit boek. Ja, ik dus ook. Ik ben bezig met een white paper over besluitvorming. En voor de white paper heb ik dat dus ook gedaan. Dus ik heb voor mezelf bedacht, dit is waar ik mee bezig ben. En heb ik daar ook 5 of 6 keer zelfs de why vraag gesteld. Waarom wil ik dat eigenlijk? Waarom wil ik dat eigenlijk? Waarom wil ik dat eigenlijk? En dat is een bekende techniek. Ik denk dat geen ondernemers die ondertussen niet meer weten dat dat zo werkt. Ja. Maar wat je zegt in het boek, om daarover na te denken over wat je wil nalaten, wat je nalatenschap is als ondernemer met je bedrijf. Dat is super interessant. En dus ik denk ook dat het is een heel praktisch boek. Het is simpel. Het laatste hoofdstuk 5, Going International. Nou, voor mij had het hoofdstuk gewoon weggelaten mogen worden. Het is een beetje een kortere bocht hoofdstuk. En er staan niet echt heel veel dingen in. En volgens mij het grootste deel, als je kijkt van Going International, dat zit in het vorige hoofdstuk. Hè? Dus je gaat uitbreiden, je gaat opschalen, je gaat nieuwe markten opzoeken. Dat zit in het opschalen. Je kunt licenties weggeven internationaal. En dus het zit in breed schaal. Het zit er allemaal in. Dus ik dacht dat hoofdstuk na niet echt waardevol om toe te voegen. Maar goed, had jij daar een andere visie op? Had ik daar een andere visie over? Weet ik eigenlijk niet. Zou echt eens even moeten kijken. Ik zat heel erg nu in mijn hoofd met die voorbeelden die ze noemden. Ja. Ja, die zijn wel mooi natuurlijk. Misschien is het dan wel zinvol om daar nog even iets over te zeggen, omdat sommige bedrijven kennen we, zoals Fairphone, et cetera. Mm-hmm. Misschien is dat ook wel weer een beetje waar we het net over hadden, over in het algemeen, over meten is weten en groter. Ik denk dat dit nou juist een typisch voorbeeld is van de weg is het doel en niet het doel is het doel. En juist als het om maatschappelijke verandering gaat, dan weten wij inmiddels hoezeer local de focus op het lokale zo relevant is en je juist niet over het internationale schalen moet nadenken.
Dus Hi. in je wijk of wat dan ook. En dan kan het best zijn dat ergens anders weer die initiatieven worden overgenomen. Dus Precies. als jij bijvoorbeeld even een simpel voorbeeld. Het voorbeeld wat we net al even noemden en wat een van de bekendste voorbeelden is, is het gedetineerde of mensen die uit de gevangenis komen direct aan de baan helpen. En dan heb je die Graydon bakkerij in de Verenigde Staten, maar je hebt nog x andere voorbeelden uit Engeland en weet ik wat anders. Ze hebben ook een voorbeeld uit Engeland genomen. Maar dat is natuurlijk iets wat je heel goed over kunt nemen in elk land, omdat je in elk land exact hetzelfde probleem hebt. Dan heb je dat misschien in Scandinavië minder dan in de Verenigde Staten, omdat er gewoon veel meer mensen in de gevangenis zitten en het veel lastiger is om dan weer te integreren. Maar of je dan zelf dat moet internationaliseren, je kunt hoogstens zeggen van oké, je deelt en inspireert, hè, dat scaling deep, of en dat je zegt van nou, kom maar langs. En dan zijn we natuurlijk ook weer bij ons. Precies. Ik heb me dat overigens niet gerealiseerd. We hebben een aparte entiteit, Visie Insights. En daar delen wij de manier waarop wij ons bedrijf bouwen. En alle banken zijn bij ons langs geweest om te kijken naar zelforganisatie. Zeggen nou, kom maar, doe maar mee aan de vergadering. En dan zeggen ze, ja, is dat dan een soort theaterstukje? Nee, dat is een echte live vergadering waar wij gewoon ons werk zitten te doen, zou ik maar zeggen. Dus die inspiratie hebben ze in principe goed gedaan. Wat ik eigenlijk nog wilde zeggen is dat in dit soort boeken vaak een verschil wordt gemaakt tussen absoluut direct het vergroten. En ik kan me herinneren dat ik het met Pieter van Oost ook wel eens over heb gehad. Dus bijvoorbeeld als je bedrijf, als de doelstelling van het bedrijf is zoveel mogelijk werkgelegenheid te creëren. En dat is bijvoorbeeld bij die Graydon bakkerij is dat zo. Die zeggen van het gaat helemaal niet om brood. Het gaat erom zoveel mogelijk mensen werk te verschaffen. Ben je overigens ook weer bij de boeddhistische economie. Hele andere insteek. Als jij natuurlijk zoveel mogelijk mensen een baan geeft die uit de gevangenis komen, dan is elke persoon die je die baan geeft, heb je al je maatschappelijke impact vergroot. En dat vind ik eigenlijk wel, misschien dat ik er ook overheen heb gelezen, dat vind ik nog wel relevant, omdat vaak dingen heel erg indirect zijn. Dus dan ga je bijvoorbeeld energietransitie doen, dan ga je windmolens neerzetten, en dan heb je weer een enorme afvalberg die je met die windmolens aan het creëren bent, of zonnepanelen, wat dan ook. Terwijl we eigenlijk weten, er moet gewoon veel minder energie verbruikt worden. En dat vind ik aan dat voorbeeld van die bakkerijen voor ex-gedetineerden, nou juist wel zo'n fantastisch voorbeeld. Omdat elke persoon die ik aanneem, is maatschappelijke impact vergroot. Ik heb het in een artikel ook al eens genoemd met Rens Groeneveld van Dokwels in Dordrecht. Dat is een klant van mij. Zij hebben dat in principe ook. Dus, ze hebben zeg maar een achterliggende impactgevoel dat ze mensen een plek willen geven waar ze zich kunnen ontwikkelen, een plek om te werken. En ze pakken dan ook vaak mensen op die worden dan via aangedragen, in een lastige situatie zitten. Ze met software doen ze dingen, hebben ze een product waarmee ze beslissingen, besluitvorming inzichtelijk maken. En hij zegt ook, eigenlijk gaat het helemaal niet om het product. Dat is helemaal niet waar het om draait. Ja. Eigenlijk gaat het helemaal niet om de klant. Het gaat er gewoon om dat ik weer een werkplek kan creëren voor iemand, om die weer, dat hij weer ja, tot bloei komt en dat hij dan weer daarna de normale dingen kan doen. En dat is precies wat je zegt, elke persoon die dan dat doet, dat is gewoon een gewonnen ding. En dat is eigenlijk ook een beetje hoe ik ben naar gaan kijken met mijn eigen werk. Eerst dacht ik altijd, ja, ik moet zoveel mogelijk mensen, ondernemers coachen en moet allemaal manieren bedenken waarop dat zoveel. Maar dat is helemaal niet nodig. Ik kan gewoon elke ondernemer die ik help op dit gebied, zodat zij meer impact maken, dat is gewoon weer een stap. Weet je, Ja. prima. En ingewikkelder wordt het ook eigenlijk niet dan, denk ik. Ja, je kunt namelijk bijvoorbeeld, als je nou bijvoorbeeld dat hele thema arbeidsmarkt neemt, omdat dat bijvoorbeeld dat voorbeeld van die bakkerij daar ook in die categorie valt. Je zou in principe kunnen zeggen van nou, welke mensen hebben nou bijvoorbeeld geen toegang meer tot de arbeidsmarkt? Dus het kunnen arbeidsongeschikte zijn. Dat kunnen, ik zou maar zeggen, minderheden zijn die gewoon zo duidelijk gediscrimineerd worden dat ze daar ook niet in komen, et cetera. Dan kun je gewoon zeggen van nou, als je nou een maatschappelijke bijdrage wilt leveren, pak een bepaald segment wat het gewoon rete moeilijk heeft. En dan kun je zeggen dat elke persoon die je aan een baan weet te helpen, heeft in principe een maatschappelijke impact. Precies. En ik denk dat dat zo belangrijk is als je het klein houdt, het is allemaal, het blijft allemaal lekker simpel. Dus elke persoon die je dan hebt geholpen, geeft jou zelf weer die positieve terugkoppeling. En dat is misschien ook wel. Dus enerzijds vind ik het boek hartstikke goed. Maar anderzijds denk ik ook, nou, als je nou veel mensen wilt animeren om die samenleving beter te maken, dan maak het vooral heel erg simpel. Omdat windmolens bouwen is gewoon
reten gecompliceerd. Zonnepanelen is reten gecompliceerd. Maar mensen die arbeidsongeschikt zijn in een bepaald segment of in een bepaalde regio of in een bepaalde stad, je daarop concentreren is, denk ik, toch nog net even iets makkelijker. Ook op basis van wat je aan investeringen en weet ik veel wat allemaal nodig hebt. Dus dat misschien nog wel als voorbeeld van dat doorborduren op die gevangenen en de bakkerij. Ja, nou, ik zou zeggen, een praktisch boek voor ondernemers, handig. Een doelboek, zoals je aan het begin al zei, met invuloefeningen. Ondernemers die moeten hiervan smullen. Hè? Want de meeste zijn niet zulke lezers als wij dat zijn. Dus hier moet je van smullen, dat kan niet anders. Dus ik wens je daarin veel plezier. Leaving a legacy, increase your social impact, zoals dat zeggen Kaat Peters en Omar Mahoud. Het was fijn om dit boek te lezen en te bespreken. Dankjewel, Tom. Dankjewel, Anna. En graag tot de volgende aflevering.